Corona heeft eigenlijk alles veranderd. Studenten konden niet meer op de campus zijn, wij konden niet meer op de campus zijn. Dat betekende dat al onze processen vanuit huis gedaan moesten worden. Ja, we zijn eigenlijk al in januari gestart met het crisisteam, omdat we te maken kregen met studenten en medewerkers die in China waren met reisproblemen. Dat we ook samenwerking hebben met de University of Science in Wuhan. Toen is het eigenlijk gelukt om toch binnen 1 à 2 dagen de hele universiteit veilig leeg te krijgen. Nou, wat ik heb gezien in de coronatijd is dat de werknemers van de VU veel flexibeler zijn dan ik had gedacht. En dat we eigenlijk allemaal hadden gedacht van onszelf. Dus er zijn echt dingen losgekomen die ik niet voor mogelijk had gehouden. Wat mij opgevallen is toen we zo hals over kop eigenlijk alles vanuit huis moesten doen, is dat dat heel erg snel gelukt is. Als je nagaat dat wij hebben natuurlijk heel complex onderwijs met allemaal experimenten, lab en dergelijke. Medewerkers hebben complete opstellingen in hun huiskamer nagebouwd om zo onderwijs te kunnen blijven geven. Ja, so the first exercise is about this integral equation. Online education during coronavirus has offered some opportunities as well. Together with some students and researchers, we organized online lectures with great speakers. The last lecture got attended by 2,000 students from all over the world. Kierkegaard benadrukt, zoals gezegd, dat Abraham ontsnapt aan het gruwelijke verlies omdat hij het geloof weet op te brengen. Nou, tijdens de lockdown merkten we dat social media een belangrijke rol speelde bij de VU. Dus wat wij hebben gedaan is dat we op Instagram elke dag een vraag hebben gesteld aan de studenten. En dat kon gaan over hoe kan je beter studeren of wat kan je doen voor je buren. En hiermee zorgden we dat ook zonder campus, dat de VU-gemeenschap zich toch te verbonden voelde. Toen in maart al het onderwijs stil kwam te liggen, wilde ik heel graag helpen in de zorg. En daarom ging ik vrijwilligen in een coronaspoedpost. Met behulp van vooral telefonische triage ging ik alle patiënten screenen op de symptomen van corona en hielp ik iedereen zo goed mogelijk op weg naar de beste mogelijke zorg. Als je dan gaat kijken naar weer langzaam opschalen op de campus, ja, dan moet je toch heel denken aan een hele complexe logistieke operatie waarbij je voor moet geven de 1,5 meter samenleving. Nou, ik ben na 3,5 maand vandaag voor het eerst op de VU. En dat is wel een uitdaging, want ik kan niks zien. Dus ik zie niet waar de stickers zitten. Ik zie niet waar ik mijn pasje voor moet houden. Ik zie niet hoe ik op 1,5 meter blijf van andere mensen. Wat ik echt heel erg heb gemist tijdens de coronacrisis was het contact met de mensen. Ik noem het eigenlijk de terloopsheid. Dat je heel even langs iemand loopt en zegt, oh ja, nou ik je toch spreek. En dat is wat mijn werk leuk maakt en wat ook bijdraagt. En dat heb ik gemist. En dat vervang je niet door een scherm. Daar zijn mensen voor nodig.